Het paardensportevenement Indoor Brabant vormde het decor van een feestelijke bijeenkomst. 15 Brabantse ondernemingen en instellingen kwamen daar bij elkaar om een overeenkomst te tekenen. Ze hebben afgesproken dat ze het logo van het merk Brabant en de slogan En dan denk je aan Brabant mee uit gaan dragen. Ze zijn de wegbereiders van de marketingcampagne om het merk Brabant in heel het land op de kaart te zetten. Ik denk dat mensen uit eten gaan voor lekker eten, maar ook zeker voor een goede sfeer. En die sfeer is in Brabant beter dan in de rest van het land. Punt. We moeten in Brabant samen doen met de ondernemers. En het is geweldig dat ze hiermee ook laten zien dat ze dat ook samen met de provincie willen doen. En ik denk dat we gewoon een hele sterke alliantie kunnen vormen. Ik denk dat iedereen ook wel op een bepaalde manier voelt wat Brabant is. Maar het is ook wel eens goed dat het eens een keer onder woorden wordt gebracht. En ook aan onze eigen inwoners van Brabant gewoon wordt uitgelegd en nog eens wordt verteld. En onder woorden wordt gebracht, waardoor ze die trots misschien ook nog extra voelen. En als ambassadeurs van Brabant, maar misschien ook wel van onze bedrijven gaan optreden. Het is altijd de bedoeling geweest dat het merk zou worden gebruikt door de samenleving. En ik ben er erg gelukkig mee dat de economische dragers van de samenleving, de bedrijven die Brabant mee groot maken, dat het bedrijf zich aansluit bij het merk. Is het een gemoedelijkheid of is het meer? Ja, ik denk dat het wel meer is. Het is meer als worstenbrood en bossenbollen. Het is een stijl. En ik denk dat we trots mogen zijn op die stijl. En daar denk ik dat ik mijn gewinning kan vinden. U bent nog de enige betaald voetbalorganisatie in Brabant met deze merknaam. Zal de rest ook volgen, denkt u? Of heeft u dat liever niet? Nou ja, wij bepalen dat natuurlijk niet. Wij zijn hiervoor uitgenodigd. En ik moet eerlijk zeggen, als ik daar heel goed naar kijk, misschien zijn wij wel de enige Brabantse echte club. Dat zal de rest niet leuk vinden? Nee, maar ja, zo is het leven. Ondernemers en instellingen die mee willen werken om het merk Brabant uit te dragen, kunnen meer informatie krijgen op www.dandenkjeaanbrabant.nl.